Elk jaar worden duizenden auto's gestolen. En soms gaat het om individuele gevallen en soms zit er georganiseerde criminaliteit achter. In deze zaak gaat het ook om een gestolen auto. Want hier in Helmond, in de Dijkse straat, wordt in de nacht van zondag 24 op maandag 25 november een grijze Renault Espace gestolen. En of het hier gaat om georganiseerde criminaliteit is niet duidelijk. Maar wat interessant is, is dat later die auto gefilmd wordt. En ook de inzittenden. En dat filmen gebeurde door een bewakingscamera van dit tankstation aan de Meerloseweg in Helmond. Even een paar feiten om te onthouden. De auto werd 's nachts gestolen van zondag 24 op maandag 25 november. Diezelfde maandag, maar dan in de avond, ziet een camera van het tankstation ineens dit. Rond 7 uur komt, jawel, de grijze Renault Espace aanrijden. Eerst stapt er een man uit. Die begint de auto vol te tanken. Even later komt er ook een tweede bij staan. Het gaat kennelijk niet snel genoeg. Deze twee hebben heel wat uit te leggen aan de politie. Kijkt u goed naar ze. En als u een vermoeden heeft wie het kunnen zijn, geef dat dan door. De een draagt een grijze trui en de andere een jas met een bont kraag. Het tanken kostte enige moeite, zo lijkt het, want ze moeten elkaar helpen. Het kenteken van de auto is STBT23. En dan is die vol en weg zijn ze weer. Natuurlijk willen we weten wie die twee mannen zijn en waar we ze kunnen vinden. Maar daarnaast willen we informatie over die Renault Espace, want die kan nog in gebruik zijn of ergens geparkeerd staan. Wie heeft daar informatie over? Laat het ons weten. De auto werd meegenomen vanaf een parkeerplaats aan de Dijkse straat in Helmond. Nog een dag later wordt er mee getankt, ook in Helmond, bij het tankstation aan de Meerloseweg. De auto moet dus die dag haast wel in de buurt zijn geweest en dat kan iemand zijn opgevallen. En dan natuurlijk de daders zelf. Ze staan er goed op. Wie weet kunt u een steentje bijdragen aan niet alleen het oplossen van een autodiefstal, maar ook aan het vinden van de autodieven. Misschien zijn ze ook wel op grotere schaal actief. Daarom is ook zeker in deze zaak uw informatie heel erg belangrijk. Als u iets weet, deel het met ons. Bellen kan via 0800 60 70. Anoniem blijft u via 0800 7000. En volg de zaak ook via Facebook.